En niet voor niets. Blijkt op het terras van Brasserie de Joffers. Als daar deze man, de gevreesde vechtsporter Dick Vrij, langskomt. Dick Vrij komt aanrijden in zijn auto en dan rijdt hij een rondje op deze rotonde. En dan schiet hij hier de Cornelis Schuitstraat in. Dan zit hij daar op het hoekje bij de Joffers, ziet hij Willem Holleder zitten. En dan parkeert hij zijn auto een stukje verderop. En dan loopt hij op Holleder af en dan slaat hij met één grote harde klap van zijn stoel af. Als een figuur als Holleder echt even het terras over wordt geslagen, dan is er wel wat aan de hand hoor. Dat is niet mis. De vechtpartij duurt nog geen minuut, maar het terras is één grote ravage. De schade aan het meubilair, €1000. En op deze foto zien we Dick Vrij in gesprek met Holleder na de vechtpartij. De boodschap aan de neus is duidelijk. Wij slaan jou open en bloot op een mooie zaterdagmiddag. Gewoon keihard voor je kop, kaak op twee plekken gebroken, twee kiezen kapot. Wie ben jij nog? Dat is eigenlijk de boodschap die met die klap wordt afgegeven. Hugo Broers gaat even naar de ring. Hugo Broers van Trust voor de prijzenkrijg. Geweldig! Ja, dat was...